Door de spreidingswet moet de gemeente Schagen voor 276 asielzoekers opvangplekken regelen. En wij van Straatpraat vragen op de markt in Schagen waar die plekken moeten komen. Wow, dat is wel een goeie. Ja, er zijn genoeg plekjes hier. Misschien in Noord, waar dat nieuwe gebouw gebouwd wordt. Die nieuwe wijk. Nou, ze hadden het toch over ergens aan de oostkant. Aan de oostkant van Schagen, weet het, daar bij de Volkstuinencomplex, dat ze daar wat was dat voor de Oekraïners? Ik weet het eigenlijk zelf niet meer. Ik denk in de buurt van de Witte Paal. Ik denk wel dat we allemaal een beetje mee moeten doen, want je kunt natuurlijk niet overal van weg duiken. Maar wat nou de beste plek is, ik schat dat het daar wel zou kunnen. Ik heb geen flauw idee. Ik zou het niet weten. Ik denk in de Fok of bij de Witte Paal, zoiets zou ik denken. Ik zou het echt niet anders weten. Heel moeilijk. Ik ben blij dat ik die beslissing niet hoef te maken. Waarschijnlijk op een tijdelijke locatie. Je hebt natuurlijk wat. Muggenburg-Zuid is in ontwikkeling. Schagen-Oost is in ontwikkeling. Wellicht zijn dat locaties waar ze tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Ik heb geen flauw idee. Ze zijn nu natuurlijk al bezig om de crisisopvang om dat uit te stellen, om een andere plek voor 5 jaar te zoeken. Ik denk dat dat al moeilijk zal worden, dus ik heb geen idee. En dan ook zorgen dat ze, als die tijdelijkheid eraf gaat, dat je ook voldoende huizen hebt. Maar ja, ook voor je eigen inwoners natuurlijk, want ik heb ook pubers, die willen ook op een goed moment een eigen huis hebben en een dak boven hun hoofd. Schagen is groot tegenwoordig, dus het hoeft niet per se hier in Schagen, het kan natuurlijk ook in omliggende gemeenten zijn. Kijk, ik vind dat we wel moreel verplicht zijn om ook die mensen te helpen. Maar je moet ook niet je eigen inwoners vergeten natuurlijk. Hè? Daar heb ik niet erg over nagedacht. Ik dacht dat dat in Schagen-Oost, heet dat niet zo, zou komen. Nou, heel ver hier vandaan. Voor zover ik dat nu kan zien, denk ik dat dat prima is. Nou ja, zowat bij de ijsbaan denk ik, daar verderop. Ik heb geen idee. Ik kom uit Hollands Kroon, dus ik... Ik zou het niet weten. Tegen Bassingen-Horen, daar, die weilanden. Daar is de plek genoeg, toch? Weilanden genoeg. Dus, er is hier toch vroeger eentje geweest, die hebben ze nog weggehaald. Er staan nu dure huizen, geloof ik. Maar waarom halen ze dan wel die Polen en allemaal binnen? Want daar is geen oorlog. Hè? En daarom dan denk ik wel eens, hij moet nou zeggen de grenzen dicht, alleen dus degene waar oorlog is. Ja, ik zou het niet weten. Ik heb geen plaats. Amsterdam. Ja, waar ze weet ik niet in Schagen, nee. Gemeente Schagen? Nou, niet bij Schagen in de buurt. Het lijkt me niks. Nou ja, ze willen ze dus op het nieuwe... Op het oosten willen ze neerzetten. En Schagen is wel heel groot geworden. Dus ik hoop dat ze inderdaad hier en daar nog een stukje land vinden om daar wat stapelwoningen te maken. Dat is de enige oplossing. Dat is een heel mooi plekje, want dan hebben ze een volkstuin hebben ze erbij. Ze kunnen gratis groente halen. Nou, wat wil je dan meer?